Ik was trouwens pas geleden bezig met een heleboel projecten waar content ook een hele belangrijke rol speelt. En ik sprak ook wat redacteuren bij website waar wij ook wel eens artikelen voor schrijven. En ik merk elke keer als ik met een redacteur spreek, dus een echte iemand die dat voor zijn leven doet of om brood te verdienen, dat is wonder wel een heel erg fijne beleving. Dus ik merk dat mensen die heel erg serieus nadenken over wat een verhaal moet zijn en die helpen je heel erg om fijne content ook op die website te zetten. Hè? Dus ze redigeren je artikel en ze zorgen ervoor, spellingfoutjes, dat is altijd heel erg prettig, maar ze zorgen er vooral voor dat het ook past in de website. En nu moest ik nadenken over hoe dat voor sommige van onze klanten moet gebeuren die niet specifiek redactieomgevingen hebben. Ja. Hoe zij dat dan moesten gaan aanpakken. En ik heb dus uiteindelijk ik heb geadviseerd voor een aantal van, ik denk gewoon dat je een freelance redacteur moet gaan inhuren. Want ik denk dat het dat waard is. Ja, absoluut. En toevallig postte Maarten Kappert, onze collega, die postte een infographic van wat het verschil zou zijn. Want een redacteur inhuren, dat kost geld. Ja. Maar wat je er dan voor terug zou krijgen. En daar hadden ze dus een aantal dingen opgeschreven. Wat was het ook weer? Ten eerste, het artikel wordt kwalitatief beter, want er zit research achter. Het is origineel. Het is niet zomaar een beetje bij elkaar geknipt en geplakt. En bovendien, het is ook engaging. Hè? Hoe heet het? Je Twitter-verhaaltje. Daar moest ik ook gelijk aan denken. Want mensen moeten, als ze een stuk content lezen, dan moeten ze er ook iets mee doen. Vaak moet het iets bereiken. Ja, ja. En je moet het niet alleen zo lezen en dat je halverwege afhaakt, wat dus heel vaak gebeurt. Maar je moet lezen en wat betekent dit in jouw leven en wat gaat het doen? En misschien moet je actie ondernemen bij commerciële websites. Ja. En dat gebeurt een heleboel heel vaak niet. Want mensen die denken van, wow, ja, tekstje, dat kunnen wij ook maken. Die hebben we nog klaar liggen van 3 folders geleden. Ja, ja. Nou, het is een goede redacteur is duidelijk echt een enorme. Maakt je content prettiger om te lezen ook. Ja, maar het maakt het ook echt waardevol in plaats van kruft. Ja. Ja. Ik schrijf dus die daily, Smashing Daily, en dat gaat dan naar een redacteur. En die stuurt dan opmerkingen terug van, volgens mij kan dit beter. Ja. Of ideeën. Echt zoiets? Of van, hey, let daar en daar even op? Nou, hij zegt echt van, deze zin snap ik niet, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een veel voorkomend ding. Hij is namelijk zelf niet zo heel technisch. Okay. Dus dan leg ik uit wat ik bedoel. En zeg, oké, dan snap ik het wel. Dan is die zin goed. Ja, ja. Maar ook gewoon zinnen die niet lekker lopen, die verbetert hij dan. Of hij suggereert dan hoe die beter kunnen. Okay. Altijd in discussie. Dat is wel, of altijd in gesprek, altijd in overleg. Ja, precies, ja. Ja, dat is sowieso heel erg fijn. Dat je gewoon eindelijk een gesprek kan houden over de artikelen die je schrijft. Maar voorheen, toen je dat voor de Daily Nerd deed, dan was het, hoe pakte je dat aan? Was het gewoon, daar schreef ik gewoon, daar keek ik nooit meer naar terug. Nee. Dus dat zette ik online, want dat kostte me al tijd genoeg. Ja, 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 ja. En nu doe ik dat hetzelfde, maar nu kijkt wel iemand anders ernaar en geeft die suggesties. Ja, en dan wordt de plossing waardevol. Totaal verkeerde kant op. Ja, ik denk dat dit geen wasstraat wordt, maar een file-straat. Ja. Je moet content maken voor mensen. Dat is, dat is eigenlijk, het zou heel erg logisch moeten zijn voor iedereen, maar dat is niet voor iedereen logisch. Er zijn dus hele groepen binnen bedrijven die zich bezighouden met iets anders. Niet de content aanbieden waar mensen naar vragen, maar alleen maar pushen naar wat zij willen aanbieden. Ja, precies. Je heel erg zenden van, hey, ik wil dit vertellen over onze bedrijf. Ja, van, hey, dit moet je kopen. Ja. Terwijl er vaak mensen hebben misschien al iets gekocht en zoeken extra informatie erover, willen weten van hoe het precies zit. Ja. Of wat ze ermee kunnen, of er is iets, of ze willen support. Of ze weten het misschien nog niet en willen misschien een beetje gestimuleerd worden. En dan kan het dus zijn, als je een beetje pech hebt, dat je op een site zit die
alleen maar is ingericht om te verkopen en waar je dus dat soort informatie helemaal niet kunt vinden. Ja, maar waar het netto ook niet gebeurt. Het verkopen gebeurt niet, want mensen die denken van wat is dit voor een butsite? Ja, ik kan hier helemaal niks. Ja. En vooral dat, het grappige is, SEO is daar een heel mooi voorbeeld van. Mensen die doen analyses, hebben heel veel marketeers die doen analyses. Waar zoeken mensen op? Wat vinden ze interessant? Hoe komen ze op deze website? Etcetera. Ja. En wat schrijven ze vervolgens? Een verhaal waar al die SEO-woorden in zitten. Voor de rest totaal niks doen. En wat gebeurt er? Mensen die zoeken naar de SEO-woorden, komen op de website. Denken, dit is niet mijn antwoord. Ja, precies. Dit is niet de content waar ik naar vraag. Ja. Dus en echt haken vervolgens af. Ja. En dan kijken dus, nou ja, goed, dat zie je dan heel mooi in statistieken. Zie je het afhaken, het aantal seconden afhaken, voordat mensen afhaken, is dan oneindig. Je kan namelijk niet meten dat mensen weggaan van je website of het venstertje sluiten. Dus dan is het aantal minuten dat mensen op je website zitten, is oneindig. Of 0 seconden. Ja, het is echt die SEO is echt gewoon, er zitten gewoon hele domme mensen zitten daartussen. Die snappen het niet helemaal. Want die, en wat, maar die hebben heel veel macht. En dat is het weet je, dat je domme mensen hebt, dat is niet erg. En dat die wat te doen hebben, is ook helemaal niet erg. Maar je moet ze geen macht geven. Je moet ze niet beslissingen laten nemen over hoe je je bedrijf of je site moet runnen. Nee, inderdaad. Ja. Want dat heeft gewoon impact op je bedrijfsvoering. En ik ben er eerlijk gezegd best wel verbaasd over dat het nog steeds zo is. Want ik dacht dat we inmiddels wel over dat idee van domme SEO heen zouden zijn. He, dat iedereen tussen wat door had. Oh, er zijn ook wel, misschien zijn er wat intelligentere manieren om met content om te gaan. Ja. Dat is helaas niet zo. Dat, zeg maar, we zijn een beetje het slachtoffer van onszelf, althans van onze industrie dan. Want we hebben daar, en Google heeft daar natuurlijk ook debet aan, die heeft daar heel erg op gepusht van hey, let op, als je bovenaan je lijst wil staan, dan moet je daar je content aanpassen. Maar goed, Google heeft natuurlijk ook altijd de shortcut gezegd genomen. Van, Google zei altijd van schrijf nou maar voor mensen. Ja. Dan zorgen wij dat mensen bij die content uitkomen. Precies, maar toen kwamen de black hat mensen en die zeiden van oh ja, maar dat hoeft niet. Je hoeft alleen maar deze woorden te kiezen en dan wat advertenties kopen en je bent klaar. Zorg ervoor dat er in de eerste alinea 4 keer dit woord voorkomt. Ja. Echt. Blote borsten, Viagra. Nee, helemaal niet dat soort dingen. Want dat, weet je, die. Zoeken mensen daar niet naar? Ik heb geen idee, maar het zelfs normale sites die normale goede of weet je content aanbieden, die krijgen dat soort adviezen. Ja. Om. En zie je ze nog wel eens langskomen? Het lijkt me zo leuk. Een soort van haha. Ja, ze zijn er nog. Dat soort sites zijn er absoluut. In de reisbranche heb je ze veel. Ja, maar toevallig, de reisbranche is ook een branche waar enorm budget is in adverteren door Google, bij Google Display bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben, ja goed, zeg maar, een aantal van onze klanten die zijn best groot. En die hebben, nou, noem eens wat, een paar ton te besteden aan advertenties. Maar dat is een schijntje vergeleken met wat ze doen met in de reisbranche. Want daar bestaat eigenlijk, is hun business het inkopen van advertenties. Ja.